Team not detected. Wat is die mooi, hè? De Oldemeijer in Hardenberg. Maar ja, daar kun je ook met pech komen te staan, want wie staat er naast mij? Luc Espeldoorn. Luc, ik ben Robert. Mag ik Luc zeggen? Ja hoor. Goed. Goed. Luc, je hebt lekker gesport vanochtend hier. Ja. En dan wil je er weer terug met de auto, met een hele mooie Hyundai iX35. En wat is er gebeurd? Ja, hij wou niet starten. Hij wil niet starten? Nee, hij wou helemaal niks. En de key is not connect of zoiets kwam eraan. En daar sta je met de handen in dat kleine beetje haar wat ik nog heb. Ja. Ik weet niet wat je moet doen. Ik heb minder. Maar goed, ik ga er eens even naar kijken. Ik heb hier dus een sleutel, een afstandsbediening. Ik druk op de knop, gebeurt niks. Dat is vreemd. Maar de auto is nog op. Ik ga erin zitten. Het is dus een keyless systeem. Je hebt dus antennes in de auto. Die zenden een signaal uit naar deze sleutel. En wanneer ik nu de koppeling intrap en op start druk, dan moet die dus gaan starten. En dan geeft hij hier een melding. Key not detected. Nou, daar sta je dan. Je kunt dus niks en reageert niet meer. Hoe moet je nou zo'n auto starten? Nu is het zo, bij een keyless auto heb je toch vaak wel een noodsleutel hierin zitten, zoals deze. Dus je kunt aan de buitenkant de auto open en dicht doen. En er is meestal een vakje waar ook een ontvanger in zit, of een zenderontvanger, die geschikt is voor de sleutel als hij niet meer werkt. Want het keyless systeem, dus het keyless starten normaal gesproken, werkt met, heb je de batterij voor nodig die erin zit, want hij moet een signaal teruggeven. En heb je een transpondersysteem, net als de oude transpondersleutel, die al vanaf 1995 in auto's zit als diefstalbeveiliging, dan moet je hem vaak op een bepaalde plek houden. Nou, er is een boekje bij de auto, laat maar eens kijken of er iets in het boekje staat. Wat bleek nu, in de auto zit in de middenconsole zit speciaal een kaartlezer, een sleutellezer. Daar moet ik hem insteken. Nou, kijk, hier zit speciaal een kaartlezer. Klik hem erin. Kijken wat hij doet. Koppeling in. En start hem maar. Hij doet het. Waar bestaat nou zo'n sleutel uit? Nou, je hebt nog een mechanische sleutel, dus wat ik al iets zien heb. Knopje indrukken, sleutel eruit halen. En een afstandsbediening met binnenin een batterij. Laat die batterij er even uithalen voor de zekerheid. En kijken of ik daar wat meer kan zien. Kijk, een hele mooie batterij er binnenin. De batterij, die klik ik er even uit. En daar is die. Modelletje is een, even kijken, de schittering niet te zien denk ik, maar een 2032, CR2032. En ja, een 3 volt batterij. Laat ik die eens gaan doormeten. Plus aan de ene kant. En de min aan de andere kant. Goed, ik heb nu 3 volt. Dat wel. Nu is het zo, een batterij doormeten moet je eigenlijk, net als een accu, belast doen. En dat belastmeten, ja, dat lukt haast niet. Ik kom er niet bij met de pinnetjes hier binnenin. Ik heb nog wel batterijen bij me. Even een pakketje van de AC-Tion, zeg maar. Altijd makkelijk. Als ze zijn anders... ze zitten er ook in voor het gehoorapparaat. Ja. Hè? Wat? Oh, ja. En nu is het zo, wat erin hoort, zag ik, de 2032, die heb ik niet. Ik heb wel de 2025. Het verschil tussen 2032 en 2025, de diameter van de batterij, ik heb hem hier liggen, zijn het hetzelfde, alleen de dikte is anders. Dit is 200 milliampère, als ik me niet vergis. Ja. En de andere is 150 milliampère. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik pak even een stukje karton en dan vul ik hem even op dat hij wat hoger ligt. En dan feitelijk moet hij dan contact hebben. Kijken wat hij doet. Ik zal eerst nog eens even kijken naar de spanning die deze afgeeft, die nieuwe batterij. De plus. Kijk, 3,2 volt. Er zit toch wel enigszins verschil in. Dan heb je nog een stukje karton.
stukje van afgescheurd. Leg ik hier binnenin. Dan ligt hij dus wat hoger, dan maakt hij zeker goed contact. En het dekseltje er weer op. Kijk, dit moet ik hebben. En dan nu de vraag, doet hij het ook weer keyless? Perfect. Nou, Luc. Hij doet het in ieder geval. Ja, gelukkig. Nou is de taak om misschien een goede andere batterij of ja, wat er misschien verder nog aan markeert. Ja, goed. Even eens hem kijken. Even kijken hoe dat gaat. De batterij mag je van mij hebben. Dankbaar. Als danken dat je mee wil werken met het filmpje. Super. Hartstikke goed. Goed. Hey, fijne dag verder. Fijne zondag nog. Oké, bedankt. Hoi. Zo kun je zien dat ondanks alle moderne technieken die gebruikt worden, dat je toch de auto op de een of andere manier wel aan de praat kunt krijgen. Door alleen al even in een instructieboekje te kijken. Ik wist het ook niet hoe dat bij deze auto zat. Bij sommige auto's moet je hem in de middenconsole neerleggen. Dan heb je een afbeelding van een sleuteltje. Andere auto's moet je hem tegen waar vroeger je contactslot zat, daartegen aanzetten. Allemaal van die dingen. Ja, het staat vaak in het boekje. Ja, maar desalniettemin kom je er niet uit. Bel je gewoon ons. Eén ding heb ik jullie niet laten zien, namelijk ik heb hem nog uitgelezen met onze diagnoseapparatuur. En daar kwam eigenlijk geen fouten uit. Kan ik je laten zien? Het sleutelloos systeem met een groen vinkje erachter, geen fouten. Dus ja, ik vermoed toch echt wel dat het in de sleutel, in de afstandsbediening zit van die auto of in de batterij dat het probleem is geweest. Is het zicht minder dan 200 meter, mag je mistlampen vooraan. Is het zicht minder dan 50 meter, mogen ze achteraan. Heb je zicht op onze video's? Mag je erop klikken? En wil je niks van ons missen? Abonneer je op onze kanalen.